Door de onlangs vastgestelde bandbreedte koers voor de Amerikaanse dollar gooit de regering haar crisis- en herstelplan overboord. Tot deze bevinding komt econoom Swami Girdhari. De Amerikaanse dollar mag vanaf vandaag voor minimaal 14 SAD 29 en maximum 16 SAD 30 worden verhandeld. Girdhari merkt op dat dit niet is opgenomen in het plan. In het plan zijn de maatregelen opgestomd die de regering wenst te treffen om de inkomsten van de staat te verhogen en de uitgaven van de staat te verlagen. Daar binnen het crisis- en herstelplan is er helemaal geen melding gemaakt van een bandbreedtekoers van de centrale bank. Verder is er ook gerekend bij de diverse maatregelen met de koers van, 14. Dus hiermee, met het instellen van die bandbreedtekoers, heeft de regering haar eigen crisis- en herstelplan overboord gegooid. Een van de ondersteunende maatregelen waarmee de regering de wisselkoers stabiel wil houden, is de verplichte valutawissel. Exporteurs en cambio's zijn verplicht om 30% van hun valuta-inkomen tegen de bandbreedtekoers in SRD om te wisselen bij de Centrale Bank van Suriname. Girdhari vindt dat exporteurs hiermee onterecht worden afgestraft. Het is namelijk zo dat de export van agrarische producten, verse agrarische producten, groente en fruit, dat daar de marges laag zijn. Ik kan niet vergelijken met de export van andere producten, maar als ik praat over de export van agrarische producten, zijn de marges laag. Door het instellen van het verplicht wisselen tegen de centrale bankkoers, die lager ligt dan de straatkoers, houdt dat in dat de exporteurs onterecht worden afgestraft. En waarbij ze dan een lagere winst zullen realiseren. Het is namelijk zo dat ze veel minder zullen krijgen voor elke US dollar die ze inwisselen. Op dit moment is de straatkoers tussen de 18 en de 19. Vanmorgen is er een lichte stijging geconstateerd wat betreft de straatkoers. Als zij verplicht worden gesteld, zij zijn verplicht gesteld om die te wisselen tegen de centrale bank bandbreedtekoers. Zij krijgen dus minder SRD's voor een US dollar. Dat betekent dat dat ten laste gaat van hun winst. Ze krijgen dus minder en dat zal zeer negatieve effecten hebben voor de productie en ook de export. Aldus econoom Swami Girdhari, die ook bestuurslid is van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname. Naar zijn zeggen is deze vereniging niet geconsulteerd voor het afkondigen van deze maatregelen.